We kennen allemaal wel van die vieze, glibberige vaatdoekjes. Nou, en die kunnen dus voor heel veel ellende zorgen. Zeker in de zomerperiode. We zitten buiten, we barbecuen, we snijden wat vlees op een plankje, dan hebben we weer wat vis, dan weer een kaarsje. En iedere keer komt dat glibberige gele doekje eroverheen. En wordt hij 's avonds gewassen voordat we naar bed gaan? Bijna nooit. Hij glibbert gewoon een beetje door. 750.000 mensen. Nou, dat vind ik een heleboel. En vooral in de zomerperiode. Die krijgen dus heel erg last van hun buik. Moeten zelfs naar het ziekenhuis. Door zware voedselvergiftigingen. En waardoor? Omdat ze dus met van die vieze lappies over een plankje heen gaan. Eventjes door de gootsteen. Even makkelijk de tafel afnemen. Nou, dat wil je niet. Het is dus belangrijk dat je iedere dag je schoonmaakdoekjes even in de week zet. Met kokend water. Dat is genoeg. Dus ze hoeven ook niet iedere avond in de wasmachine. In een gootsteen, een klein beetje zeepoeder, kokend water. Even laten weken. Nou, spoel ze uit. En hupsakee, schoon zijn mijn doeken weer. Geen last van bacteriën. En ook geen pijn meer in mijn buik. Maar dan is het ook belangrijk dat je een goed doekje hebt om mee schoon te maken. Nou, tegenwoordig heb je zoveel keuze. En met vele doeken, zoals microvezeldoeken, nou, die kan je wel 100 tot 200 keer wassen. En die blijven dus ook goed vuil en vet opnemen. Dat vind ik toch iets anders dan die, ja, die gele doekjes die je vroeger had. Die zo glibberig werden. Daar ben ik niet zo'n fan meer van. Ik ben heel blij dat ik nu goede schoonmaakdoeken heb. Oh ja, wat wel handig is. Als je schoonmaakdoeken hebt, zorg dat ze zo deze maat zijn. En niet te groot, want dat is moeilijk wringen en schoonmaken. Nee, gewoon zo 40 bij 40. Hartstikke goed. Dit was mijn tip. En zorg ervoor dat je niet in het ziekenhuis terechtkomt. Of buikpijn krijgt. Hebben jullie een goede tip voor mij? Nou, plaats die hieronder. Of geef me een like als je denkt, jeetje, zo ga ik het ook doen. Oké, dag!